Welkom bij een nieuwe aflevering van Strana Tori. Tijdens de vorige aflevering hadden we een gesprek gevoerd met de heer Evert Kaarto. En hij had aangegeven dat er geen vlaggenoorlog wordt gevoerd tussen de politieke partijen. Maar zijn deze vlaggen wel gewenst? Vandaag voeren we een gesprek met DNA-lid van de NDP, mevrouw Annie Sadi. Welkom erbij, mevrouw Sadi. Om gelijk met de deur in huis te vallen. We hebben iets minder dan een jaar voordat we de verkiezingen hebben. En we merken ook dat de politieke partijen hard hun best doen om het volk over te winnen. Is de NDP ready voor de verkiezingen? Ja, natuurlijk. De NDP is ready voor de verkiezingen. Maar ik wil even... Ik ben voor het eerst in een interview via uw medium. Ik wil uw volgers groeten en jullie bedanken om die verre reis af te leggen naar Kamerweide met alle obstakels daar bij de file. En dat waardeer ik. Over de vraag of de NDP ready is voor de verkiezingen. Natuurlijk is de NDP ready voor de verkiezingen. De NDP is een van de grote partijen. En uiteraard zal iedereen all hands on deck op naar 2025 voor de grote algemene geheime verkiezingen voor. We hebben eerder ook gesproken met de heer Ricardo Panca, als er onrust is binnen de NDP. En hij zei toen dat er geen onrust is binnen de NDP, maar er wel mensen zijn met ambities. We hebben ook gemerkt dat er kenbaar wordt gemaakt en mensen publiekelijk aangeven wie ze ondersteunen als NDP-voorzitter en presidentskandidaat. Heeft u ook een persoonlijke voorkeur als het gaat om wie u het geschikst vindt voor de functies? Uiteraard zal elk een hun visie geven. Maar wat de NDP betreft heb ik dit te zeggen. De NDP is een democratische partij. Er zijn zoveel mensen geschikt voor voorzitter, voor presidentschap. Nu op dit moment zeg ik, het komt allemaal goed op zijn pootjes terecht. Daarvoor is de NDP de grote familie. We hebben vernomen dat de NDP voor de verkiezingen van 2020 werd dat aangenomen, waarbij er voor de verkiezingen geen combinatie met politieke partijen gevormd mag worden. Maar we merken nu dat de NDP een samenwerking aangaat met drie andere partijen. Is dat niet tegenstrijdig? Als u goed hebt gevolgd, de partijen die in de NDP, zoals u dat vertaalt, een soort samenwerking. De partijen gaan op in de NDP onder één vlag. En dat is een groot verschil wanneer partijen in combinatie gaan. Snapt u? Aparte entiteiten. Wat wij nu doen, is dat partijen die beseffen dat ze alleen de verkiezingen ingaat niet zullen redden, ja, zijn gegaan in de NDP onder één vlag. Dat is het verschil. En ik denk dat we realistisch moeten zijn, zeker de kleine partijen, met die landelijke evenredigheid, die landelijke stelsel die nu ervoor staat. En mensen natuurlijk realistisch genoeg zijn, die geen andere keuze hebben om op te gaan. En natuurlijk na overeenstemming onder welke vlag. En zoals ik heb begrepen, zijn die partijen onder de vlag van de NDP. Hoe verloopt het verkiezingsprogramma in uw district? Zijn er op kort termijn activiteiten ingepland? Verkiezingsprogramma nu op dit moment is dat wij allemaal weten wat we moeten doen. De partijstructuren zijn in place. En wij gaan niet voor het eerst een verkiezing organiseren. De partijstructuren, de sympathisanten, de mensen die nu aansluiten, ja, uiteraard allemaal onder leiding van de structuren vanaf de basis tot naar boven. En we zijn allemaal, ik praat over het district waar ik leiding aan geef als afdelingvoorzitter. En je hebt ook een coördinator die leiding geeft. Dat is in grote lijnen op schema. Natuurlijk, het district bestaat uit 32 of 38 resorten. Over die
stembureau-organisaties over die 6 soorten. Wij zijn ready. Uiteraard een jaar voor de verkiezing. Er kunnen aanvullingen, er kunnen nieuwe mensen bijkomen. Het is all hands on deck. Mevrouw Sadi, gaat u zich weer kandidaat stellen? Als de partij dat goed vindt, als de leden en achterman het goed vindt, dan zal ik ervoor gaan, ja, om een bijdrage te leveren op de eerste plaats voor Suriname. U had zo net het woordje vlag gezegd. Ik wil het dan hebben over die vlaggen die zijn geplaatst te Kamerwijnen. We hebben vernomen dat er tijdens een politieke activiteit enkele vlaggen van een bepaalde politieke partij zijn opgehangen aan overheidseigendommen en stroompalen. En er wordt zelfs gezegd dat er een vlaggenoorlog wordt gevoerd. Wat is uw mening hieromtrent? Ik kan daar alleen maar lachen eigenlijk. Uiteindelijk, dan praat ik de taal van de straat. Fraga nee stem. En het vlagvertoon wat u hier ziet. Ik ga geen enkel politieke partij, ja, die niet tot mijn politieke partij behoort, hun beleid, hun strategie, daarin een oordeel vellen. Ja, is hun zienswijze, dat respecteer ik. Maar wat ik wel kan aangeven, waar ik zeker bij mensen zijn gegaan, zoals u hier ziet, mijn huis, en je ziet de buren, de vlaggen, voordat ik naar ze toe kwam, zijn ze naar me toe gekomen. Mevrouw Sadi, zal ik u uitleggen, kijkt u niet naar die vlag. Precies van mijn betrekking zo even, vraag aan die sting. De realiteit bij velen die mij benaderen, mevrouw Sadi, u weet het zelf, ik ben een alleenstaande vrouw. Zelfs ambtenaren die nauwelijks uitkomen of niet uitkomen. En er wordt gezegd, de vlag wordt neergeplant voor hun huis. Sommigen nog net bij de grens, waar u weet waar het hoort. En dat allemaal onder de toezegging, je bijstand komt in orde. Of als ze het al hebben gehad, als je het niet plaatst, wordt het ingetrokken. Dat soort, ik ga geen verhalen noemen. Het zijn de dingen die de mensen uiten. En nog een belangrijk aspect. Wanneer sociale zaken ambtenaren worden ingezet om in het partijcentrum mensen te registreren. En ik heb het in DNA aangehaald. Er is een wijk van sociale zaken haast in alle districten. In de grotere soorten zijn er wijkkantoren van sociale zaken. Waarom moet men voor die onderstand of bijstand, de ondersteuning, dat nog zoveel vraag tegen over die 1800, over die moneykaarten, als u me hebt gevolgd, heb ik dit soort zaken keer op keer in DNA gevraagd hoe het verloopt. En waarom moet men dan bij een partijcentrum? De mensen die ontwetend zijn, denken het komt van een politieke partij, dat geld. Maar dat is niet zo. Het is een beleid van de regering dat de mensen ondersteuning krijgen. En het geld komt van de belastinggelden van u en mij, van het land. Daar heb ik wel mijn kritiek over van, dat doe je niet. Van de ambtenaren zelf die op sociale zaken werken, krijg ik ook regelmatig. Mevrouw Sadi, als ik dit niet doe, of als ik niet bij het centrum zit, of als ik niet huis aan huis de mensen help die vlaggen neer te planten, word ik gedreigd of ik word overgeplaatst. U kent het fenomeen. En de mensen zeggen, mevrouw Sadi, ik ga ervoor kiezen om dit offer te brengen. In dit geval, het druist tegen mijn principe in. Maar no way. Want weet je wat voor mij betekent als ik word overgeplaatst naar Paramaribo? Ik red het niet met de benzine, met de hele bussituatie, die onzekere situatie. Maak u daarmee niet druk. Ik maak mij niet druk, omdat ik natuurlijk respect heb voor de keuzes van mensen. Maar als mensen voor de zoveelste keer
voor de gek wordt gehouden. U weet hoe het rammelt met de uitbetalingen van Monicarta. Misschien kan ik het ook via uw medium zeggen. Ik krijg een heleboel oudjes die de beschikkingen van Monicarta hebben gehad. Beschikking dat houdt in. Na goedkeuring van de ambtenaren komt die aanmerking voor Monicarta. Maar wat merk je? Gelden worden ingestort. Vervallen Monicarta kunnen ze niet vernieuwen, want ze hebben geen materiaal. Ik heb het een aantal keren gezegd. Kan hetzelfde kaart niet hergeactiveerd worden? Of dat de mensen worden opgeroepen om die betalingen per kas of via de bank. Feit is dat ik de klachten krijg van vele mensen die het niet nodig hebben, wel dat geld of die gelden krijgen. En mensen die met een beschikking lopen, want ik ga ervan uit, als je een beschikking hebt geslagen voor iemand, dat je na goedkeuring, na controle, zo iemand weer recht op heeft. Maar als je ook kijkt naar de armoedegrens van dag ten dag, 80% van de bevolking moet dat allemaal recht op hebben. En misschien kan ik ook daar aansluitend dat in herinnering brengen. Tussen 2010 en 2015 was een bepaald politieke partij, ook in combinatie met de NDP. Het ministerie wordt beheerd door hen. Weet u wat in Kommerwijnen het geval was? Ik zag het en ik stel steeds de vraag, hoe kan zo iemand onderstand of bijstand, hoe je het wil noemen, bij sociale zaken gaan halen? Het is onkan. Toen er een, of de regering 2015 naar 2020, heb ik ook geholpen bij sociale zaken. En wat blijkt, dat een heleboel duizenden mensen onterecht bijstand krijgen. Ik denk toch niet dat we daarvoor gaan. Je zal mensen moeten helpen die het recht hebben. Mensen die het niet nodig hebben, wel geregistreerd. Mensen die het nodig hebben, wel gelden ontvangen. Ik kan geen namen noemen helaas, maar keer op keer, niet alleen door mijn collega's, dat heel systeem van de Monicarta, ze zeggen wel dat ze hun best doen, maar er gaat te veel fout in de praktijk. En dan is mijn vraag, wanneer je nu dit vlagvertoon ziet, met de realiteit, met de klachten die je van de mensen krijgt, vraag ik me af, gaan we hiervoor? Het gaat om Suriname. Geef de mensen die het nodig hebben. Terugkomen op het vlagvertoon. Het is mooi. Het ziet de omgeving. Laten we daarover ons niet druk maken. Wat vindt u van de politieke uitspraken die zijn gedaan? Beloftes die zijn gemaakt? Beschuldigingen die worden gedaan om politiek te scoren? Ik wil bij deze, na alle politieke partijen, ook na mijn partij, laten we ophouden om elkaar uit te schelden. Om elkaar door allerlei fake accounts, ja, Surinamers, gelijk de grond in te boren. Laten we ophouden met leugens. Wanneer morgen een andere politieke partij aan de macht komt, zullen ze ook moeten werken voor die partijen die niet aan de macht zijn. Ik ga ook u in herinnering brengen. Mijn eerste reactie via alle medium. Goed zo, Santokki Brunswijk. Gefeliciteerd. U hebt het vertrouwen van het volk. U hebt mandaat gehad. Trek lering uit fouten die door velen zijn gedaan in de vorige regering. Als die de fouten waren. Maar laten wij voorwaken om niet elkaar op die manier af te maken. Laten we eerlijk, oprecht, transparant en elke Surinamer met respect bejegenen. We zijn politieke tegenstanders, maar we zijn geen vijanden. We zullen het hier samen met alle Surinamers, met alle politieke partijen, dit mooie land moeten ontwikkelen. Dank u wel. Ik geef nu wat meer achtergrondinformatie over het ophangen van vlaggen op terreinen. Heeft u een onderwerp dat u via ons kanaal wenst te belichten, dan kunt u ons gerust een WhatsApp-berichtje sturen op het nummer 84 85 816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.